Van tuinbouw naar woningbouw. Mijn opa Huig Strik was vader van een gezin van vijftien kinderen. Huig was tuinder in Quinsheul. Zijn oudste zoon Jan begon op 24-jarige leeftijd in 1925 met hulp van zijn vader het tuinbouwbedrijf aan het oosteinde te Wateringen. Zij bouwden acht serres, warenhuizen en plat glas. In 1928 bouwde hij zijn huis en in 1929 trouwde Jan. Ze kregen zeven kinderen. Ik was de jongste en ben naar vader vernoemd. De hoofdteelten waren druiven, tomaten, meloenen en sla. Hij ging deze verwarmen met kolenketels. Het vervoer ging over water naar de veiling. Vader Jan overleed in 1955... Op 55-jarige leeftijd. Moeder bleef met zeven kinderen en de tuin achter. Het waren zware tijden. Ik ging als 13-jarige spelenderwijs meehelpen in de tuin. In 1964 moderniseerden we het bedrijf. De druivenkassen maakten plaats voor warenhuizen. Hierin teelden we tomaten en sla. Daarna vond de overschakeling plaats van kolen naar oliestook. Ook kwam in die tijd de eerste automatisering. In 1967 kocht ik als jongste zoon de tuin over van mijn moeder. Wij bouwden een aanbouw aan het huis. Moeder wilde bij ons blijven wonen. Dertien jaar heeft ze naast ons gewoond. In 1971 ging ik een firma aan met mijn broer Han. Deze firma heeft twintig jaar stand gehouden. Opnieuw schakelden we om, nu van tomaten naar anthuriums en paprika's. De aanleg van waterbassins werd noodzakelijk doordat het gietwater te zout werd voor de teelt van anthuriums. De verzeelting werd veroorzaakt door lozing van afvalwater van de Franse kalimijnen in de Rijn... In 1974 startte het proces tegen de kalimijnen die de verzeelting veroorzaakten. Aankoop van de buurman en het tuin Rijswijk volgde. In 1976 gingen we over van Anturiums naar potplanten. Weer volgde modernisering en uitbreiding van het bedrijf. Ook doet de eerste computer zijn intrede. In datzelfde jaar gingen wij ook over van aardolie naar gas voor verwarming van de kassen. Na veertien jaar strijd wonnen wij in 1989 het proces tegen de kalimijnen. Massaal schakelde steden en bedrijven over op waterzuivering. Mijn zoon Ferry komt als 19-jarige in het bedrijf. Hij zit dan. Op de As in Delft en neemt het bedrijf in 2005 van mij over. De afbraak of sloop van het bedrijf was na een periode van 75 jaar tuinen een feit. De onderhandelingen leidden in 1999 tot de verkoop van het bedrijf en verplaatsing naar Maasland. De toekomst is aan de nieuwe bewoners.